Wat moet je doen met jihadstrijders die terugkeren naar Nederland? Hard aanpakken of juist begeleiden? Uiteindelijk gaat het natuurlijk om uw en mijn veiligheid op straat. Er moet één centrale aanpak komen in het hele land, vinden gemeenten. Verder in het nieuws vandaag. Steun voor Karremans bij het begin van het Srebrenica-proces. En hij staat een beetje scheef, maar hij doet het wel. Goedenavond, maar we gaan eerst naar Den Haag. Want daar is op dit moment de PvdA-fractie bijeen. Daar is onrust. Ze praten over de positie van twee fractieleden van Turkse afkomst. Die liggen onder vuur omdat ze scherpe kritiek hebben geuit op het integratiebeleid van PvdA-minister Asscher. Roem, in Den Haag, dat loopt hoog op dus, Roem. Ja, zeker. De twee Kamerleden van Turkse Komaf zijn in conflict geraakt met eigenlijk de hele rest van de Partij van de Arbeid-fractie. En dat gaat, je zei het al, over de koers van de partij als het gaat om integratie, waar de twee zich absoluut niet in kunnen vinden. En wat deden ze gisteren? Ze stapten met hun kritiek naar de krant. Tot woede van de rest van de fractie. En dus daar wordt nu over gesproken wat ermee moet gebeuren. Het gaat om de twee Kamerleden Selçuk Öztürk en Tunahun Kuzu. Je had ze net achter je in het scherm staan. En ze zijn zojuist bij PvdA-leider Samsom op het matje geroepen. Meneer Samsom, wat is er aan de hand? Ik heb een gesprek gevoerd met twee collega's uit de fractie. En ik ga dat gesprek nu in de fractie voortzetten. Is er gedoe? Dan mogen ze blijven. Ja, Ron, waar gaat dit conflict in essentie nou over? Over de koers van de Partij van de Arbeid met de integratie. De Partij van de Arbeid zegt eigenlijk kortweg, met integratie gaat het zo. Je mag hier blijven, je moet wel meedoen en je openstellen naar de Nederlandse samenleving. En de twee Kamerleden waar het om gaat zijn heel erg verbonden aan een paar Turkse organisaties die juist heel gesloten zijn en Turken Turks willen houden, daarvoor opkomen. En dan ook zeggen tegen de rest van de partij, ja, jullie sluiten die organisaties buiten. En de rest was daar natuurlijk weer heel woedend over. En dat bleek gisteren eigenlijk ook al. Zij vinden dat u de integratie van Turken in Nederland tegenwerkt. Dat is flauwkul. U wordt er stil van. Hoe moet het dan verder? Ja, ik vind als die uitspraken zo gedaan zijn, dat de minister niet de minister van integratie is, maar van uitsluiting, dan vind ik die uitspraken gewoon niet kunnen. Dat klinkt nogal scherp, Ron. In die wandelgang net werd het ook al gevraagd. Hoe groot is de kans dat die twee echt moeten opstappen? Nou, het is duidelijk dat zij afstand moeten nemen van de uitspraken, de kritiek op Asscher, dat ze hem verwijten dat hij juist organisaties uitsluit. Terwijl Asscher zegt, ja, daar is helemaal geen sprake van, maar je moet wel je openstellen naar de Nederlandse samenleving en dat doen die organisaties niet, tot kritiek van hun natuurlijk, dat zei ik net al. En hoe dat afloopt, ja, dat is de vraag. Ze zullen echt moeten inbinden. Ze zullen de rest van de fractie duidelijk moeten maken dat zij nog steeds achter de koers van de Partij van de Arbeid staan, die dus eigenlijk is, je moet meedoen en je moet je openstellen naar de Nederlandse samenleving. Doen ze dat niet, ja, dan ziet het er somber voor ze uit. Ja, kan dat een probleem zijn voor de regeringscoalitie of is het echt een probleem van de Partij van de Arbeid? Het is voorlopig alleen een probleem voor de Partij van de Arbeid. Die worstelen natuurlijk vaker met Kamerleden, volksvertegenwoordigers van allochtonen, komaf. Het is tegelijkertijd ook een belangrijke achterban, de Turkse achterban. Dus het is in eerste instantie een probleem voor de Partij van de Arbeid, die het natuurlijk toch al niet makkelijk heeft. Het kabinet komt hierdoor niet in gevaar, want stel dat ze eruit stappen, dan heeft Rutte nog steeds met 77 Kamerleden een meerderheid in de Tweede Kamer. Snap ik. Bij meer nieuws komen we bij je terug. Ron. Oppakken of behandelen, paspoort innemen of met ze praten. Jihadstrijders die terugkeren naar Nederland en radicaliserende jongeren. Voor gemeenten zijn ze een steeds grotere kopzorg. 30 Syriëgangers zijn inmiddels weer terug in Nederland. Iedere gemeente heeft die opvang anders geregeld. Burgemeester van Aartsen, burgemeester van Den Haag, wil dat het Rijk het centraal gaat regelen. In Zoetermeer wisten ze anderhalf jaar geleden niks over gewelddadig jihadisme. Nu er 13 inwoners zijn afgereisd naar Syrië en Irak, is dat wel anders. Dat kwam gewoon tot anderhalf jaar geleden bij ons niet voor. Dus wij hebben ons moeten verdiepen in wat radicalisering is. Een aantal van onze medewerkers hebben ook cursus gekregen. We hebben ook gezorgd voor de mensen in het onderwijs, voor de mensen die in de wijken werken, dat ze radicalisering leren herkennen. Exact 10 jaar geleden werd in deze portiek de Hofstadgroep ontmaskerd en gearresteerd.
In de jaren daarna werd er veel geld en tijd geïnvesteerd in het deradicaliseren van jongeren. Maar vanaf 2009 is er ook heel veel wegbezuinigd. Wij denken soms dat de overheid dit allemaal heel snel kan fixen. Daarvoor is het probleem echt te ingewikkeld. Heel veel partijen zijn nodig. Op de lange termijn moet hier een preventief beleid op ontwikkeld worden. Maar veel tijd is er niet, want ondertussen komen dit soort jongens terug. Justitie kan ze niet makkelijk oppakken voor deelname aan de strijd, omdat bewijs vaak ontbreekt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang en moeten zich op alles voorbereiden. In Zoetermeer willen ze niet zeggen hoeveel Syriëgangers er nou zijn teruggekeerd. Hier in Den Haag zijn het er 6. Die worden intensief begeleid en behandeld. En burgemeester Van Aartsen vindt dat dat verplicht moet worden voor alle teruggekeerde Syriëgangers. Laten we die terugkeerders nu verstandig en ook op een voor de maatschappij veilige wijze behandelen en opvangen. Daar gaat het mij en daar gaat het de gemeente en justitie om. Het Rijk moet daarbij helpen, want het wordt de gemeenten te veel. Is dit een worsteling? Ja, het is een worsteling. Het is een worsteling omdat we toch allemaal willen dat we aanslagen in Nederland kunnen voorkomen en dat mensen gewoon positief meedoen in de samenleving. De man die vastzit in de zogenoemde terroristenafdeling in de gevangenis in Vught, omdat hij wordt verdacht van het ronselen voor de jihad, is weer begonnen met eten en drinken. Hij was afgelopen dinsdag in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn behandeling in de gevangenis. Het bergen van de wrakstukken van vlucht MH17 gaat heel moeizaam. Nederlandse bergers krijgen maar mondjesmaat toestemming om hun werk te doen. Frustrerend voor de bergers en het leidt ook in de Tweede Kamer tot een hoop vragen. Vanavond is er een debat. Dan weer wel toestemming, dan weer niet. De bergers in Oekraïne weten nauwelijks waar ze aan toe zijn. De berging schiet daardoor niet erg op. Nee, dat begrijp ik ook niet. Het enige wat we weten is dat het in het gebied nog steeds heel onrustig is. Misschien zelfs wel onrustiger wordt weer. Maar wij spreken vanavond met de verantwoordelijke ministers. En ik zal hen zeker vragen of dit het nu is. Of dat het nog de capaciteit opgevoerd kan worden. Naar de toedracht lopen 2 onderzoeken. Tijdens de herdenking afgelopen maandag had een van de nabestaanden het over een raket. Maar ook de Tweede Kamer wil daar niet op vooruit lopen. Het is essentieel dat eigenlijk die beide onderzoeken tot resultaat leiden. En alles wat daarvan afleidt moet voorkomen worden. En aan politici bijvoorbeeld die daar tussendoor gaan springen of privédetective gaan spelen, zou ik maar zeggen. Ja, daar heeft niemand wat aan. We moeten denken vanuit het belang van de nabestaanden. En het is ook in hun belang dat die beide onderzoeken goed verlopen en tot een duidelijk resultaat leiden. Het kabinet mag wel meer zijn best doen voor de schadevergoeding waar nabestaanden recht op hebben. De nabestaanden zijn voorzien van rechtshulp en daarmee worden ze natuurlijk geholpen. Maar je ziet in de praktijk dat nabestaanden nu al af en toe in de knel komen. Daar waar het gaat over schadevergoedingen. Dat blijkt af en toe toch een juridische jungle te zijn. En dan hoop je dat minister Opstelten bereid is om daar waar het nodig is politiek ervoor te zorgen dat dat gedoe niet voorkomt. Vanavond moet het kabinet duidelijk maken of de nabestaanden inderdaad meer hulp krijgen. Het was een enorme domper voor werknemers en de regio eind vorig jaar. Faillissement van aluminiumsmelterij Aldel in Delfzijl. Maar nu is er goed nieuws. Het bedrijf gaat een doorstart maken. Eind volgend jaar is de verwachting zijn er bij Aldel weer 200 mensen aan de slag. Een buitenlandse investeerder heeft er alle vertrouwen in. I'm very happy to do my part. I'm just one of the cogs in the machine. And on the back of that, I'm prepared to make the investment to restart Aldel. And we will restart it now. Ja, in een regio met van oudsher 2 economische gezichten. Er is de gasbel die miljarden in de staatskas liet stromen en Nederland tientallen jaren op grote voet liet leven. En er is de traditioneel hoge werkloosheid. Die behoort tot de hoogste in Nederland. In de jaren 60 werd de Eemshaven opgezet als nieuw industriegebied. Maar het kwam nooit echt van de grond. Toch werd er ook geïnvesteerd. Er kwamen energiecentrales. En kort geleden kondigde Google aan een fors datacentrum te gaan bouwen. De sluiting van Aldel was een enorme tegenvaller, maar nu schijnt er toch een beetje licht aan de horizon. Ongeveer toen de mist vanmorgen optrok en de zon doorbrak, kwamen ze naar buiten. De mannen die begin dit jaar nog fel demonstreerden tegen de sluiting. Er leek toen bijna geen hoop meer te zijn. Vandaag is er een andere boodschap. Ja, dat we weer een doorstart gaan maken. Maar dan kunnen we 200 man gebruiken, dus... En ze willen wel zoveel oud personeel willen ze aannemen. We zijn allemaal aan solliciteren geweest en ik heb er bijna iets van 170 weggestuurd. En waarvan je 30 dan terugkrijgt van ja, jongens, dit stukje tekort.
Dan denk je van ja, je wordt afgeschreven. Niet dus, want deze Amerikaan legt nu 400 miljoen euro op tafel. De voorwaarden waaronder hij dat doet zijn niet duidelijk. We don't reveal any numbers or who the parties are in that consortium that are going to build the direct line. Het gaat om een directe elektriciteitsleiding vanuit Duitsland. In Germany, their power costs are 12 euros per megawatt hour cheaper. Dutch power. Voor het maken van aluminium heb je heel veel elektriciteit nodig. Werknemers vermoeden dat de geldschieter ook op de loonkosten wil gaan besparen. In het begin hebben we vaste contracten en je verdient allemaal goed. En nou is afwachten, zeg maar, datgene wat er nu nog komt aan verdiensten. Maar vooral klinkt vandaag de opluchting. Dat er tenminste weer zicht is op nieuwe banen. Ja, we zijn helemaal gerustgesteld en we gaan nou gelukkig heel mooi het nieuwe jaar weer in. Spanning in Italië die steeds verder oploopt vanwege de grote toestroom van vluchtelingen. In een buitenwijk van hoofdstad Rome is het al een paar dagen onrustig. Boze buurtbewoners reageren hun onvrede af op de vluchtelingen. De Italiaanse oproerpolitie probeert al sinds maandag de relschoppers te beteugelen. Maar die blijven stenen en flessen gooien naar het opvangcentrum voor vluchtelingen. Afgelopen nacht probeerde een Italiaan er zelfs brand te stichten. Er wonen 40, vooral jonge vluchtelingen in het gebouw, dat de Glimlach heet. Ook vandaag werden ze weer aangevallen door buurtbewoners. De rellen begonnen toen een paar vluchtelingen werden weggestuurd uit een café waar ze koffie wilden drinken. De buurtbewoners ontkennen dat ze racisten zijn. Ze zeggen dat ze alleen last hebben van deze groep. Dobbiamo combattere con la criminalità nostra e poi dobbiamo combattere con la criminalità che ci portano all'estero. Basta. Basta. Violenze, sfurti, in pieno giorno picchiano le nostre persone che scendono dagli autobus picchiano. Maar volgens Italiaanse media zijn er ook demonstranten bij die lid zijn van extreemrechtse groepen. Volgens het opvangcentrum zijn sommige vluchtelingen doodsbang. Een paar jongeren zijn naar een ander centrum overgebracht. De WK's van 2018 en 2022 blijven gewoon in Rusland en Qatar. Volgens de FIFA is er geen sprake geweest van corruptie bij de toewijzing van deze twee kampioenschappen. Vandaag publiceerde de FIFA de conclusies van een onderzoek naar misstanden rond die WK's. Maar volgens degene die het onderzoek uitvoerde, Miguel Garcia, is er met zijn conclusies gerommeld. Hij onderneemt nu stappen tegen de FIFA. De Tweede Kamer gaat onder protest akkoord met het betalen van de Europese naheffing van 642 miljoen euro. Volgens minister Dijsselbloem kloppen de berekeningen en is er geen ontkomen aan. De oppositiepartijen beschuldigen Dijsselbloem en premier Rutte ervan dat ze een toneelstukje hebben gespeeld toen ze verbaasd waren over die naheffing. Ja, mensen die een belastingnaheffing ontvangen van de Belastingdienst krijgen 4 maanden extra de tijd om die te betalen. Als je uitstel aanvraagt, dan moet je ook nog belastingrente betalen. Miljoenen Nederlanders krijgen in maart deze tegenvaller in de bus. Staatssecretaris Wiebes zegt dat de naheffing van een paar tientjes tot een paar honderd euro erg vervelend is. Er gloort een klein beetje hoop voor de landen waar ebola heerst. In Liberia gaat het wat beter en de noodtoestand is daar opgeheven. Artsen zonder Grenzen gaat komende maand voor het eerst experimentele medicijnen testen op ebola-patiënten in Afrika zelf. Zo wordt er mogelijk sneller een behandeling gevonden tegen de vaak dodelijke ziekte. De een is bijna 5 keer langer dan de ander. De kleinste en de langste man ter wereld hebben elkaar vandaag voor het eerst ontmoet in Londen. De twee zijn daar voor de Guinness Wereldrecorddag. De Turk Sultan Keuzen is 2,51 meter. De Nepalees Chanda Bahadur Dangi 54 centimeter. Die wereldrecorddag is er voor de 10e keer. Duizenden mensen over de hele wereld proberen vandaag wereldrecords te verbreken. Het is bijna 20 jaar geleden, maar nog steeds laat Srebrenica Nederland niet los. Voormalig Dutchbat-commandant Tom Karremans en 2 van zijn naaste medewerkers zijn aangeklaagd door nabestaanden van 3 vermoorde moslimmannen. Ze moeten vervolgd worden, vinden die nabestaanden, voor genocide. Het gerechtshof in Arnhem buigt zich over de rol van Karremans en de 2 andere hoge Dutchbatters. Jaren niet gezien, Tom Karremans, commandant van Dutchbat in Srebrenica. In de buurt, maar onmachtig toen de troepen van generaal Mladic 8000 moslimmannen ombrachten.
Karamans en zijn mannen van toen voor altijd verbonden. Vorig jaar zag het OM niets in het vervolgen van Karamans en twee van zijn naaste medewerkers. Nu buigt het Hof zich erover. Karamans na een zitting van 7 uur. Indien tot rechtsvervolging overgegaan zou zijn, of zou worden, moet ik zeggen, dan gaan wij de politieke en de militaire leiding van toen gaan we ter verantwoording roepen. Dag. En als Karamans hier staat, dan moet ook een voorhoeve en een kok en een koezie hier staan. Want die zitten nu lekker thuis. Terwijl Karamans hier wel staat. En dat is gewoon absoluut niet terecht. Het blijft toch altijd als een rode draad door je leven gaan, dit. En het zou wel heel fijn zijn als er duidelijkheid komt. En dat we dan eindelijk heel veel mensen een streep eronder kunnen zetten. Waaronder ik ook. Er waren in Arnhem vandaag een stuk of 30 Dutchbatters. En die ontmoeten zo ook weer eens de toenmalige rechterhand van Karamans. Ook hij zou schuldig zijn aan betrokkenheid bij genocide. Hey jongens, bedankt hè. Ja, tuurlijk. Ja. Echt, ja, maar goed. Je weet, ik ben niet zo'n nerd. Dat vind ik heel erg mooi. De nabestaanden waren er ook en zij deden als aanklagers hun zegje tijdens de besloten zitting. De tolk Nohanovic, die in Srebrenica zijn vader en broer verloor, en de vrouw en kinderen van de vermoorde elektricien Mustafic. Kees van Dam is bij het gerechtshof in Arnhem. Kees, er was in eerdere instantie toch al geoordeeld dat er niet vervolgd zou worden. Hoe groot is de kans dat dat nu wel gebeurt dan? Nou, die kans lijkt toch wel enigszins groter te worden. Inderdaad, in maart vorig jaar zag het Openbaar Ministerie nog niks in het vervolgen van Karamans en anderen. De redenering was toe. Het wegsturen van de 3 moslimmannen van de veilige basis. Ja, de Dutchbat-leiding kon toen niet weten. En we hadden in ieder geval niet de bedoeling dat dat zou leiden tot de dood van deze 3 mannen. Dus strafrechtelijk niks aan het handje van het OM. Geen vervolging, maar er is inmiddels een nieuwe ontwikkeling geweest. In september vorig jaar namelijk heeft de Hoge Raad over het wegsturen van de 3 moslimmannen gezegd. Dat was een grote fout. De Dutchbat-leiding had toen kunnen weten dat dat een zekere dood zou betekenen voor deze 3 mannen. Een grote fout. De Nederlandse staat is daar door de Hoge Raad voor aansprakelijk gesteld. En de Nederlandse staat heeft ook inmiddels die nabestaanden een schadevergoeding gegeven. Nu, die nabestaanden op hun beurt, die zeggen geld maakt niet gelukkig. Wij willen dat de mensen die onze geliefden de dood in hebben gejaagd, die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat die voor de rechter komen. Nu, het is nu aan de 3 rechters hier in Arnhem om te bepalen of die nieuwe ontwikkeling zwaar genoeg weegt om vervolgens dan tegen het Openbaar Ministerie te zeggen, hierbij de opdracht, ga die 3 van Dutchbat vervolgen. Ja, wanneer zullen we dat weten, Kees, of die vervolging er komt? Ja, uitspraak is eind december. Als je goed luistert naar de verdediging, dan houden ze daar in ieder geval ernstig rekening mee dat het wel eens tot een vervolging zou kunnen komen. Komt het niet tot een vervolging, dan is Karamans er bijna 20 jaar later ook nog altijd niet vanaf. Want de advocaat van de nabestaanden heeft al aangekondigd dat in dat geval zal zij de zaak naar een ander niveau brengen, namelijk naar een Europees Hof. Kees vanuit Arnhem, dank je. Nieuwe hypotheken worden waarschijnlijk goedkoper, want er komt meer concurrentie op de hypotheekmarkt. Buitenlandse investeerders hebben de hypotheek ontdekt als interessante belegging. En daar hebben ze de traditionele banken niet bij nodig. Dit bedrijf, Dynamic Credit, heeft voor volgend jaar 3 miljard euro klaarstaan. Geld dat investeerders ingebracht hebben en waarmee huizenkopers bij de hypotheekadviseur nieuwe hypotheken kunnen aangaan. Het gaat zo goed met de zaken dat het bedrijf moest verhuizen. Nou, we kregen zoveel meer werk omdat er meer en meer beleggers geïnteresseerd zijn in hypotheken. Dat we van onze 100 vierkante meter konden we het niet meer kwijt. Het is het moment om te beleggen in de hypotheekmarkt, zeggen ze hier. De hypotheekrente heeft in 60 jaar niet zo laag gestaan. En dat is interessant voor de huizenkoper, maar ook voor de belegger. De hypotheekrente die schommelt nu, afhankelijk van de rentevastperiode, tussen de 2,5 en de 4,5%. En dat is ook het rendement voor de beleggers? Ja. En daar snoept u een klein beetje vanaf? Een klein beetje. Vooral Britse investeerders zijn geïnteresseerd. Zo bleek vandaag op een congres over de Nederlandse hypotheekmarkt. Zeker nu de regels voor nieuwe hypotheken strenger zijn geworden. Mensen mogen minder hoge schulden maken en moeten meteen beginnen met aflossen. En dan speelt ook onze calvinistische cultuur mee. Omdat de Nederlandse hypotheekmarkt vanuit een buitenlands perspectief
heel, heel aantrekkelijk is, omdat Nederlanders betalen en ze betalen op tijd. Tot voor kort konden huizenkopers vrijwel alleen bij de bank een nieuwe hypotheek afsluiten. Maar dat is snel aan het veranderen. ING, Rabobank en ABN AMRO bezitten samen nog maar 60% van alle hypotheken. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben de laatste jaren zo'n 25% van de markt overgenomen. En nu de buitenlandse investeerders actief worden, zal hun aandeel naar verwachting tot boven de 5% stijgen. En meer concurrentie betekent lagere prijzen. Dat is heel goed nieuws. En heel begrijpelijk, want er is te weinig concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt, al jaren. Er is maar een handjevol spelers eigenlijk die de hypotheekmarkt in handen hebben. En tot nu toe was het steeds nog lastig voor buitenlandse banken om toe te treden. In de schaduw en een beetje scheef, dat wel. Maar de onbemande verkenner Philae staat stabiel op komeet 67P. Enorme vreugde gisteren over de historische landing. Iets getemperd daarna toen bleek dat die verkenner zich mogelijk niet goed heeft verankerd aan het oppervlak van de komeet. Maar vanmiddag kwam het verlossende woord. De landing is toch echt geslaagd. En dus was er applaus voor een Nederlander, missieleider Fred Jansen. It has been an absolutely magnificent 2 days. I never thought when I got this job a year and a half ago that this would be the impact it has on people. That you really get to do this and land on a comet. Sterker nog, Philae is niet 1, niet 2, maar 3 keer op komeet 67P geland. Als een stuiterbal, doordat er vrijwel geen zwaartekracht is. So you see it here, klonk, klonk, klonk. This is the center, klonk, klonk, klonk. Here is the lander touchdown number 1. So we would have wished it stayed there, but we know it didn't. Oké, wat gebeurt is, die lander die is zo naar beneden gevallen en die zouden eigenlijk hier landen. Nou, dan is die weer teruggesprongen, een beetje hoog. En in de tussentijd draait die komeet, die roteert om zijn as. Als die lander weer naar beneden valt, dan zit die natuurlijk ergens anders. En waar precies, dat weten wij nog niet. Het goede nieuws is, de lander is op de komeet. Hij zit daar op de komeet. Het slechte nieuws is, hij zit niet echt vast. Is dat erg? Nou, als we nu een monster willen halen uit de komeet, dan gaan we zo in de grond boren. En dat is, misschien gaat die lander dan echt zo'n beetje naar boven. Zo dus zitten die specialisten nu over na te denken hoe wij dat het beste gaan doen. Dit is een compilatie van de eerste foto's die Philae van de komeet heeft gemaakt. Ja, dat het nu zo verlopen is, doet dat er iets af van de euforie die ik gisteren bij jullie bespeurde? Nee, helemaal niet. Nu zijn we nog meer euforisch. Wij zijn niet 1 keer geland, maar 3 keer. Nou, dat is toch ook fantastisch. Ja. Goed, het weer, Willemijn. Gaan we dat allemaal krijgen daar? Ja, dat wat aan deze kant van ons eigen land ligt. Veel bewolking dus. Zoveel zon als vandaag zit er niet in, want dit schuift langzamerhand onze kant op. En als we naar het grote beeld gaan kijken, heel Europa, dan zien we dat die bewolking die dus onze kant op schuift hoort bij een groot lage drukgebied daar op de Atlantische Oceaan. Datzelfde laag dat zorgt in Spanje en Portugal voor flink onstuimig weer. Buien, zware buien, ook met onweer erbij. Soms ook veel wind. En dat zit voor morgen voor die regio opnieuw in de verwachting. Gelden ook een aantal waarschuwingen. Onder andere in de kustgebieden, bijvoorbeeld voor hoge golven. Nou, wij krijgen dus ook met datzelfde lage drukgebied te maken. Maar zo onstuimig als daar in Spanje en Portugal is het bij ons niet. Temperaturen hier in het noorden, ja, die zijn dan echt wel wat aan de lage kant natuurlijk. Het begint langzamerhand een beetje te winteren. Alhoewel het morgen overdag nog temperaturen boven het vriespunt zijn. Wij gaan naar ons eigen land toe met vannacht. Het begint al wat dicht te trekken, vooral het noordoosten van ons land. Kan in het oosten ook wel wat mist ontstaan, maar in de loop van de nacht verdwijnt die, want de wind gaat ietsjes aantrekken. Vannacht is het nog droog. Maar dan morgen overdag, vanuit het zuidwesten, gaat de bewolking langzamerhand toenemen. En rond het middaguur verwacht ik dan eigenlijk al wel de eerste neerslag in Zeeland. Nou, die bewolking breidt zich langzamerhand richting het midden en later natuurlijk ook het noordoosten van het land uit. Maar bij ons in Nederland, en ik zie dat dit niet zo helemaal meer klopt, ik had het aangepast, maar blijkbaar heeft de computer het niet opgeslagen. Hier wel dat neerslag en in het oosten blijft het allemaal echt wel wat rustiger. En dan in het noorden van het land, ja, ook daar af en toe wat neerslag, maar pas laat op de dag. In het uiterste noordoosten blijft het gewoon droog tot in de avond. Daar gaat het pas echt in de avond en in de nacht regenen. En daar schijnt dan de zon ook nog. En
En dan het weekend. Ook een beetje regenachtig hoor. Op zaterdag met die intocht van Sinterklaas. Ik zou een regenjas meenemen. Zondag is er ook neerslag, maar dan vooral in de noordelijke helft van het land. En daarna komt de zon pas weer terug. Ja, wat dat betreft nog even het laatste nieuws uit het Sinterklaasjournaal. Daar waren vanavond voor het eerst witte pieten te zien. Het gaat om pieten in opleiding. Het is wel spannend. Nou ja, dat begint erop te lijken. Ah, ja, ben ik al helemaal zwart? Nee, niet. Maar het belangrijkste is dat jij door de schoorsteen kunt. De kleur van een piet, dat is mijn bijzaak. Oh, dat ga ik snel nog een keer. En tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Onrust binnen de Partij van de Arbeid. Twee in opspraak geraakte Kamerleden van Turkse afkomst moeten misschien opstappen. PvdA-fractie houdt op dit moment crisisberaad. Meer daarover in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Ik wens u een mooie avond.